Broski, welkom of welkom terug op mijn kanaal. Je kijkt naar de FIFA 22, Barcelona Career Mode. Mijn naam is Dwayne Star en dit is aflevering nummer 10. Voordat we gaan beginnen aan deze aflevering, vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Kunnen wij voor deze aflevering minimaal de 100 likes bereiken? Ben je aan het kijken en vind je deze serie interessant, maar ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan nu op mijn kanaal als je mij wil blijven volgen. Vergeet er niet om je belletje aan te zetten, want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. We zitten ondertussen. Aflevering nummer 10 alweer. Wacht even. Aflevering nummer 10. Gaat vrij snel, hè? We gaan even kijken naar het schema. Ik moet de wedstrijd tegen Bilbao nog eventjes simuleren. Wacht even. Die hoorde bij de vorige aflevering. Alleen de vraag is, kan ik met het eerste elftal? En plus, wie is onze tegenstander in de volgende ronde van de Champions League? Dat is wel echt belangrijk. Even kijken, hoor. We gaan het opnemen tegen Juventus. Oké, Juventus in het echt doet het niet heel goed, maar natuurlijk is dit niet in het echt. Juventus is een lastige tegenstander. We kunnen trouwens wel met het eerste tegen Bilbao. Dat gaan we eventjes doen. Dit is het eerste. Ik heb wel een paar ontwikkelingsplannen voor bepaalde spelers veranderd. Even kijken. Gavi, Frenkie de Jong, Araujo en nog een paar andere. Want ze stonden gewoon niet op het goede plan. We gaan snel simuleren. Niet iedereen is 100% fit, maar we kunnen ons geen fouten permitteren. Oké. We verliezen met het eerste elftal tegen Garcia, Williams en Jury. Memphis heeft als enigste gescoord. We verliezen thuis weer. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Thuis spelen wij slechter dan uit. Nog nooit heb ik dat meegemaakt. Het bestuur is ook niet echt blij met ons. Een 6.8. We hebben weer verloren thuis. Bro. Oké, we gaan even terug naar het schema. We hebben de wedstrijd tegen Juventus sowieso. We hebben de wedstrijd tegen Real Madrid natuurlijk. El Clasico, Osasuna of Elche. Wie doet het beter in de competitie? Osasuna of Elche? Volgens mij doen ze het allebei gewoon niet goed. Oké, we gaan de wedstrijd tegen Elche simuleren. De topscorer bij Barcelona. Heel even snel kijken hoor. We houden het een beetje nu bij. De topscorer bij Barcelona is Depay met 14. Op plek 2 Torres met 9. Op plek 3 Fati met 8. De man van de assist, Depay met 7. Depay is gewoon de beste speler van Barcelona. Messi op 6. Messi op 6 doelpunten. En Fati ook op 6. Maar Depay is overduidelijk de beste speler. Messi valt een klein beetje tegen. Hopelijk in de... Hij moet gaan presteren. Oké, de wedstrijd tegen Elche is op bezoek. Eerste elftal sowieso. Oké, we spelen natuurlijk... Ja, wel een paar wijzigingen trouwens. Misschien... Nee, maar eentje. Gavi speelt in plaats van Iniesta. Plus op de bank hebben wij meer jeugd gezet. We gaan snel simuleren. Deze moeten we winnen, jongens. Anders raken we te ver achterop. Nou, we spelen gelijk. Oké, wat is de stand nu in La Liga? We staan op plek 3. Nog steeds vrij goed. Alleen, waar is Real? Real raakt verder achterop. Het verschil met Atletico is nu wel al, oké, 9 punten. Dat is zo goed als klaar. Real Madrid op plek 7, buiten de Europese plekken. Dat is heel raar. Dat is echt raar. Oké, de eerste wedstrijd die we gaan spelen. Nou, Osasuna. Nou, het gaat niet eens over Osasuna. Het gaat over Barcelona en thuiswedstrijden. Thuis doen wij het opvallend slecht. Wij moeten deze winnen. We zitten, kijk, het verschil gewoon met de plekken erbuiten. Real Madrid heeft 45, wij hebben 46. Als wij, ja oké, Barcelona, Real Madrid. 1 punt verschil, maar wij hebben 1 wedstrijd minder gespeeld. Dit is zo belangrijk voor ons. En Elche, heel eerlijk, of is het Osasuna? Osasuna, hè? Osasuna 32, dit, nee, kom op. Er is een speler geschorst, wacht even. Wie is dat? Mingueza moet... Wacht even, laten we het even hier doen dan, want FIFA doet het altijd raar. Oké, wacht even. We hebben trouwens meteen op de bank. Doorgaan met bewerken. Moukoko op de bank. Fati, Grande, Puig, Iniesta nog wel. Dest en Garcia. Dit is de bank. Voorheen hadden wij natuurlijk... even kijken, wie hadden wij nog meer? Fabregas, Sanchez zaten op de bank. Piqué volgens mij niet. En die hebben we dus nu eraf gehaald. De eerste wedstrijd is tegen... Osasuna, thuiswedstrijd. Kunnen wij voor het eerst na lange tijd winnen thuis? Dat is wel echt heel vreemd om te zeggen gewoon. Thuis horen wij gewoon sterker te zijn.
En Lionel Messi moet gaan presteren. Maar wacht even. Had ik bijna die fout gemaakt. Want we hebben natuurlijk 4-3 dagen erna de wedstrijd tegen Juventus. We moeten denk ik gewoon met een aangepaste... Oké, we gaan even kijken dan. Dan moeten we gewoon even gaan kijken. Want we hebben natuurlijk de wedstrijd tegen Juventus. Maar La Liga is eigenlijk op dit moment belangrijker. Want we willen natuurlijk kwalificeren voor de Champions League volgend seizoen. Ik denk dat ze het wel aankunnen hoor. Ik denk het wel. We gaan het gewoon doen. Dit is de wedstrijd tegen Osasuna. Osasuna, geen echte opvallende spelers. Formatie ook niet. Thuiswedstrijd, kom op. Wedstrijd nummer 1. We spelen thuis. Camp Nou. Uitverkocht. Jullie weten allemaal, vanaf volgend seizoen gaan wij minimaal 1 jaar. Het stadion, soort van, ja oké, we hebben het verkocht. We hebben een deal bereikt met de gemeente van Barcelona. Alleen maar om kosten te besparen. De tickethouders, die hebben tegen ons gezegd, aan ons beloofd, dat zij volgend seizoen gewoon hun ticket gaan behouden, zeg maar. Dus op deze manier maken wij heel veel goed, qua financiën. We spelen thuis tegen Osasuna. Osasuna. Dit is al gewoon niet goed. Oh, dat doe je goed. Hier hebben we... Frenkie. Lionel Messi! Waarom niet gewoon in één keer... Maar oké, hij heeft wel een kans. Dat is goed. En Frenkie... Wacht even. Ferran Torres! Weer recht op de keeper. 2 schoten in 1 minuut tijd. Goed teken. Ik voel wel een klein beetje druk. Want ja, we presteren slecht thuis. Nee. Ja, oké. Gruwelijke tatoeage. Maar ja, wat kan je doen dan? Wat kan je doen? Dit is al aflevering, de 3e aflevering op rij, dat wij gewoon elke keer achterkomen. Maar kijk naar dit. Vanuit die hoek, met de verdediger die hem gewoon onder druk zet, scoort hij. We staan gewoon achter. Busquets, doe het niet. Niet doen, Busquets. Dat hoort een makkelijke... Wat is er aan de hand? 2-0 is klaar. Ja, dat had een doelpunt moeten zijn, heel eerlijk. Maar we zijn er nog. Ik wil een gele kaart zien voor die speler daar. Heeft hij rood gekregen? Was dat rood? Maar dat zegt niks. Ja, oké, tuurlijk. Frenkie niet blij, even een screenshot maken. Smerige overtreding. Slaat gewoon helemaal nergens op. We hebben 1 man meer. Maar dat zegt niks. Memphis Depay. Frenkie! Hoezo niet, bro? Corners. Wat de... Jongens, kom op! Messi. Doet dat heel goed. Lee! Ah, kom op, man! Gavi. Wat de... Als we deze... Nee, we gaan winnen. We hebben al 5-6 kansen gehad. Deze gaan we sowieso winnen, anders gaan we echt... Messi, jongen. Kom op, man. Messi. Kom op, Messi. Ik heb alle vertrouwen in Messi, hoor. Lionel Messi! Ik ga even wat laten zien. We hebben nu al te veel kansen gehad en we scoren niet. 8 keer. 8 keer op doel, 0 doelpunten. Hun hebben 2 keer op doel geschoten, 1 doelpunt. Ik moet het zeggen, want het is gewoon heel frustrerend. Niemand in de... Gavi! Wat? Oh my! Geblokt. Oh
Alsof ze een soort van... onzichtbaar... Ik weet niet eens wat ik wil zeggen. Messi verliest de bal. Ja, oké. Depay bedoel ik. Het lukt. Oh! Schot na schot. Sliding tackle. Hij mag hem alsnog. Oh, oké. Oké! We mogen deze wedstrijd ook niet winnen. Thuis is het gewoon een complete ramp gewoon. We hebben echt... Oké, bla bla bla. Ik ben nog niet eens... Ik ben niet blij. Ik ben niet blij. Ik ben echt niet blij. Gaat geblokt worden. Hij scoort. Hij scoort. Oh. Ik wou bijna... Ik kan niet eens blij zijn. Dit was echt uit het niets. Maar we scoren wel. Alleen de frustratie is hoog bij de spelers bij Barcelona. De fans zijn niet blij. Je hoort ze fluiten. Het bestuur is niet blij. Barcelona is gewoon... zit gewoon in de problemen. Er is nog hoop voor Barcelona. Ze doen het heel rustig aan, hè. Lionel Messi. Leo! Kom op, man! Dubbele wissel. Hij moest gewoon scoren. Hij gaat eraf. Sorry. Ik weet niet wat ik kan doen. Ik weet niet wat ik kan doen. We gaan gewoon gelijk spelen. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Zoveel kansen hebben we gemist. Memphis Depay. Jouw moment. Alba. Nee. Dus weet je wat het is? Als je ze niet maakt, kan je gewoon niet winnen. Messi heeft een kans gehad. Grandi net ook. Er zijn genoeg kansen gehad. Er zijn genoeg kansen geweest. We spelen gelijk. Ik ga jullie gewoon even die statistiek laten zien. 19 keer, hè. We hebben 19 keer op... We gaan ons concentreren op de volgende wedstrijd. De vorige wedstrijd tegen Osasuna is gewoon wat het is. Gelijkspelletje. We hebben er echt alles aan gedaan. Maar ja, wat kan je doen? De volgende wedstrijd is tegen Juventus. Ik weet niet wat ik kan verwachten. Want we spelen gewoon thuis slecht. Oké, we zijn wel op bezoek. Dat biedt wel hoop en kansen, toch? Want thuis zijn we slecht. En uit zijn we beter. Oké. Ik had echt het gevoel dat we de wedstrijd tegen Osasuna thuis konden winnen gewoon. Dit zijn de 11 voor Juventus. Natuurlijk De Ligt. Die ballen op de bank. Chiellini op de bank. Chiesa op de bank. Ze hebben wel Pepe natuurlijk. Benedetti op de flank. Samen met Pepe, Ramsey, Bentancur, Locatelli, Bonucci, De Ligt. Oké. Elftalletje hoor. Een elftalletje. Maar zoals ik al zei. Kom op man. 19 keer geschoten op het doel. Waarvan er maar eentje in mocht. Die keeper had een paar buitennaadse reddingen. Messi had die gewoon moeten afmaken. En Messi is op de bank gezet door Xavi. Dit zijn de 11 voor Barcelona. En dan ga je zien. Grande, de jeugdspeler, speelt in plaats van Messi. Voor de rest dezelfde 11. Jordi Alba. Hier hebben we Xavi. Xavi, doe je niet goed. Kan niet. Het kan gewoon niet elke wedstrijd zo zijn. Het is gewoon...
Hier hebben we Torres. Kunnen wij het ook? Ja, sowieso. Kom op, man. We zijn gewoon terug in de wedstrijd. We zijn gewoon lekker terug in de wedstrijd. Verdiend. De Pai met de assist. Torres met het doelpunt. We zijn terug in de wedstrijd. Pepe is vervelend daar op die flank. Oh, we komen gewoon niet aan de... Dit is wat ik bedoel. Zie je wat ik bedoel? Zie je wat ik bedoel? Ik wil even snel wat laten zien. Want we hebben al gespeeld tegen... Hier, die, deze. Hier. Voor. En hij verliest het duel. Oké, maar wat staat... We staan achter met 3-2. Ongelooflijk. Oh, Barcelona. We gaan meteen door. Tweede aanval van Juventus. En meteen raak. Torres. Kom. Hier is Torres trouwens. Torres, je kan niet zo langzaam zijn ineens. Ik ga gewoon schieten. Het is gewoon echt waar, man. Ik denk echt na. En dat valt niet voor Busquets. Araujo! Ferran Torres! Ontsnap! Tussen twee verdedigers door! Moet je afmaken. Torres doet het wel dan weer, hè. Ah, wat een domme, heerlijke wedstrijd. Ik weet niet naar wat voor wedstrijd we kijken. Jij en ik. Maar ik kijk naar hetzelfde als jou. Ik weet niet wat er aan de hand is met Barcelona. En met name met Pepe. Pepe speelt als een god. Pepe krijgt gewoon niet van de... Hij wisselt niet naar Lenglet. Ik wou Lenglet. Hij geeft hem niet eens. Bro, hou op man. Eerste helft is voorbij. Scheids, kom op. Wat er eigenlijk ook gebeurt. We hebben gewoon sowieso een probleem. We spelen gewoon niet voldoende. Maar ja, weet je. We zitten in een rebuild fase. We verwachten denk ik ook te veel van dit elftal. Bernadette. Wissel de juiste man. Oké, dan wissel je toch niet de juiste man. Ze geven altijd die spelen die je niet nodig hebt. Er is niks. Ik heb ook gewoon geen idee wat we gaan doen. Tot ik het zie. Want als ik het zie, dan zie ik het. Als ik het zie. Frenkie, kom! Oh, kom. Dit is net als de tegen Osasuna. Deze kansen moeten erin. Ik weet niet wat ik kan doen. Ik ben echt hopeloos, jongens. Kijk wat ze doen dan. Dat moet buiten... Wie is dat? Chiesa, hij is niet. Nee, ik ga dat niet doen. Je gaat maar die voorzet geven. Maar hoezo kan hij die voorzet daar alsnog geven? Ah, kom op man. Er is niks wat ik kan doen. Dit kan hem worden. Geloof me. Geloof me. Ik ben nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar. En dan is die paasje goed. En dan is de counter van Juventus. Jongen! Dat is hem. We liggen eruit. Die paas is niet goed. Juventus heeft ons uitgezaakt. We liggen eruit. Maar om heel eerlijk te zijn, we hebben kansen weer gemist. Ja, dan verdienen wij het ook gewoon niet. We liggen uit de Champions League, we zijn uitgeschakeld. Maar ja, het belangrijkste is natuurlijk kwalificeren voor de Champions League volgend seizoen. En dan moeten we ervoor zorgen dat we natuurlijk volgend seizoen een beter team hebben. Maar dit is wel pijnlijk. Gewoon de laatste kans voor Juventus was dat. En dan... Nu hebben wij El Clasico. Wij hebben één keer gelijk gespeeld. Eén keer verloren, toch? Ja, we hebben verloren van... Ja, oké. Okay. We hebben één keer gelijk gespeeld, één keer verloren. Hopelijk kunnen wij El Clasico winnen. Spelen we thuis. Dat is wel echt belangrijk trouwens. Spelen we thuis. Want spelen we thuis. We gaan op bezoek. Oké, maar dat zegt niks meer. Want we hebben net... Ja, dit is echt een ramp. We moeten dingen gaan wijzigen. We hebben een 4. Het kan zijn dat wij worden ontslagen. Oh, wat een aflevering. Oké, focus. We gaan even aanpassen. Puig. Balde. Messi krijgt weer de kans. Fabregas moet wel. We hebben geen... Maar dat zet ik... Fabregas kan natuurlijk niet
verdedigen. Wat doe je nou? Ik haat dat echt, hè. Wacht, dit wou ik doen. Ja, oké. En voor de rest ga ik het denk ik zo laten. Ik denk het wel. Nee, wacht even. Iniesta kan dan wel spelen, hè? Ja. Dat gaan we doen. We gaan het opnemen tegen Real Madrid. Ze hebben het Skriniar. Ze hebben gewoon Skriniar. Spinazzola hebben ze. En voor de rest dezelfde Real Madrid spelers. Laatste wedstrijd. Het is wel echt een ramp. Maar dit is El Clasico. Als we deze winnen, kunnen we alles goed maken, jongens. Dan kunnen we echt alles goed maken. Alles. Niet alles, maar je weet wat ik bedoel. We hebben echt nog. We presteren weer slecht. Net als in het begin van het seizoen. En weet je wat het zo. Weet je wat het allerergste is? Om heel eerlijk te zijn. We hebben Messi gehaald. Messi hebben we teruggehaald. Maar Messi doet het niet meer. Hij kan het niet meer. Dit is natuurlijk een Raúl, legende van Real Madrid. Messi kan het niet meer. Dat is het gevoel wat ik heb. Messi. Ik heb niet. Ik denk niet dat hij het meer kan. En dan hebben we de wedstrijd tegen Real. En natuurlijk niet eens met het sterkste elftal. Dit is echt ongelofelijk. Ze hebben Benzema. Benzema is een killer spits. Een killer spits. Ze hebben Vinicius. En hij is een van de snelste ter wereld. We moeten ons echt gaan herstellen. Want anders is het klaar. Niet de eerste avond weer. Want anders ben ik... We gaan slijdingen maken. Ik ga niet toelaten. Slijding naar slijding. Ik ga het niet toelaten. Ter Stegen. Overtreding van Benzema. Wij krijgen waarschijnlijk ergens geel. Ze tikken. Ik kan niks doen hier tegen. Kijk wat ze doen. Kijk. Tik. Daar is hun schot. Dat is wat ze willen. Ze willen dat eerste doelpunt. Maar het lukt ze niet. We houden het vol. Hij had bijna gescoord ook nog. Zag je dat? Ik weet niet wat voor animatie dat was. Maar hij ging richting doel. We gaan gewoon het doelpuntje incasseren, jongens. Dit is niet leuk. Dit is gewoon zo... Je ziet... Iedereen ziet het, toch? Geen overtreding op Frenkie. Dat is... We staan 1-0 achter. En het is gewoon weer gebeurd, gewoon. Ik deed er werkelijk waar alles aan. Ik zei het nog. En alsnog, ondanks dat je het weet, denk je van, oké, maar nu kan ik het wel tegenhouden. Maar het kan niet. Het kan gewoon echt niet. Gewoon zelf schieten. Oh, jongens. Kom op. Tuurlijk niet. We staan 1-0 achter. Op bezoek. En het kan zijn dat we gewoon worden ontslagen. Hebben wij Messi gezien? We hebben Messi niet eens gezien. Dat was de kans van Lionel Messi, zijn eerste van de wedstrijd. Maar het ziet er gewoon niet goed uit. Ik heb er alles aan gedaan. Maar de wedstrijd tegen Real Madrid is eentje die we moeten gaan loslaten. Denk ik. Tenzij Messi kan opstaan. Geblokt of niet? Nee, maar dan hebben we Courtois. Een mooie actie van Messi. Maar we hebben daar helemaal niks aan. Nee. Je geeft hem... Dan is het klaar. Dat was... Want Piqué was dus, is 2 meter lang. Die had gewoon het duel gewonnen. Maar nu komt de scheidsrechter eventjes tussen. Sta op, Lenglet. Laatste kans.
Real Madrid? Waarom zijn mijn schoenen vies? Ik had groene vlekken op mijn schoenen. In ieder geval, Real Madrid wint. We hebben een 4 van het bestuur. Hopelijk worden wij niet ontslagen. Weer een vroeg doelpunt, hè. Zoals elke wedstrijd de afgelopen week, 2 weken. Ja, oké, mijn eerste mail. Mijn eerste mail is binnen. Het is wel heel snel gegaan. Want volgens mij aan het begin van deze aflevering had ik nog een 8 of zo. We liggen dus uit de Champions League. We hebben verloren van Real Madrid. En we zitten dus nu ook buiten de top 6. Top 6 biedt Europa. En we zitten er buiten. Broskies, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Kunnen wij voor deze aflevering minimaal de 100 likes bereiken? Ben je aan het kijken en vind je deze serie interessant? Maar ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan nu op mijn kanaal als je mij wil blijven volgen. Vergeet het niet om je belletje aan te zetten. Want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. Broskies, I'm out!